Hallo en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan weer lekker Fortnite spelen. Ik vind dat er niet echt speciale game mods is. Ja, Knockout, die heb ik al een paar keer gespeeld. Dus we gaan weer lekker solo spelen. Lekker origineel weer. Dus ja, yeah, let's go. Nou, ik land weer lekker in Misty. Dus ja, laten we kijken of we een beetje een potje, lekker potje kunnen neerzetten. Dat is vorige week. Zo, vorige week. Ik ben benieuwd. Het is wel weer het eerste potje van de dag, maar we zullen zien hoe het gaat. Staat daar nou een lama? Volgens mij wel. Of is het... Nee, het is de schaduw. Never mind. Het is verdacht stil. Oh, daar heb je de mensen. Oh, arsen. Burst, let's go. Goodbye. Dat was dan wel een bot, maar hey, kill is a kill. Zo. Op zich best goede loot. Een SMG'tje zou op zich wel fijn zijn. Wow. Oké. Okay. Nou ja, ik bedoel. We zijn net begonnen. En je kan niet alles krijgen in het begin. Ik bedoel. Meestal begin je ook niet met een... een paarse, weet je wat ding, burst. Hey. Daar zal je mes met je hebben. Op zich een paar bots zou op zich ook wel van pas komen. Dan kunnen we lekker een challenge vatten. Oeh, blauw pump. Oh my god. Oh, dat was niet de bedoeling. Maar hey, ik was too excited. We moeten wel even een eindje voor de cirkel, maar dat moet wel goed komen. Het is nogal stil, vind ik. Op die ene persoon na zie ik voorlopig echt niemand. En dat is op zich fijn aan de ene kant, voor het eerste potje. Maar ook ontiegelijk saai. Dus laten we in ieder geval naar een cirkel gaan. Oh, daar zijn mensen. Never mind. We hoeven niet eens naar de cirkel om mensen te zoeken. Oh. Oh. Get lasered, boy. Is dat een... Oh, ik dacht dat dat een persoon was, maar het was een henchman. Misschien komt dan de persoon waar die op aan het schieten was naar buiten. Of nog meer henchman. Kan ook. Oh, die andere is gerevived, wauw. Goodbye. Oké. Okay. XP-coin. Je scherpt niet. Hé, hey, laat ik jou even... Oh, scan. Kom op. Hup. Dank je. Hé, hey, wat heb ik gezegd over reviving teammates? Het mag dan wel een henchman zijn, maar... Daar ben ik niet van gediend. Oh, laat ik even.
even kijken of hij wat interessants heeft, anders gaan we gewoon naar de cirkel. Op zijn kont. Ah, het is ook een sniper, maar die heb ik al. Nou, dan kunnen we lekker een cirkel pakken. We moeten dat makkelijk halen, de cirkel, dus... Soms ben ik echt verbaasd over hoe snel mensen doodgaan in deze game. Echt nog 28 en de cirkel is nog zo groot. Ik bedoel, 28 klinkt misschien als veel, maar als je beseft dat er 100 mensen natuurlijk beginnen. Zag ik daar nou... Ah, oh, dat was de boot. Ga jij maar lekker chillen op je boot. Ik loop wel. Gouden pistool, boeit niet echt. Zijn wel sterk, maar ik heb een SMG, dus ik vind het wel prima. Ze hebben trouwens veel SMG ammo, mijn god. Komt waarschijnlijk van die twee bots die ik gekild heb. Nou, we zijn bijna bij de cirkel in ieder geval. Is dat al gelukt? Nee. Dat ook niet, maar... Ah, ik vind het eng. Oké, wacht. Als we hier naar beneden gaan, misschien kunnen we dan zonder fall damage, please. Yeah. Oh, er is hier gewoon een memorial. Oké, we moeten hier wel even onze respect geven. Zo, ja. Top. Zou dat zijn om je bang te maken dat je hier niet moet gaan zwemmen? Dat als je gaat zwemmen daar, dat je dan doodgaat? Oh, ik, een beetje jammer dat ik de 666 heb gemist. Drie eraf en dan had het gehad. Zo jammer. Cool, ik hoor een sniper. Dat belooft vaak niet heel veel goeds. Stop! Stop! Nee, stop! Oh my god, ik was zo scheef. En nog had ik hem en niet, hij niet mij. Dit was een, ja, miracle. We hebben alleen geen HP en er is een sniper. Dus, Oké. Ik kan op zich deze even meenemen, gewoon omdat we plek hebben. Alleen ontiegelijk bang voor de sniper, want één shot en we zijn gone. Dus ik denk dat het een goed plan is om even naar de agency te gaan. En om even te kijken of ze daar misschien nog een medkitje hebben liggen. Of al is het bandages, dan kunnen we in ieder geval... iets meer aan. Zijn we nog steeds dood met één shot van heavy sniper. Maar toch. Zit hij nog kist? Zit hij hier of zit hij boven? Volgens mij zit hij boven. Alhoewel, dan ga ik twijfelen. Nou, nee. Oké, dan hakken we naar beneden. Geef me medkit. Oh,
Nou ja, die kunnen we wel meenemen. Het is iets, maar... Chips. Die kunnen we ook niet openen. Yes, please. Medkit. Oh, waarom niet? Waar brengt dit ons naartoe? Oh, hier. Oké. Okay. Dit schoot helemaal niet op, maar hey, sure. Moeten we echt gaan, anders gaan we dood door de storm. Dat zou nog erger zijn dan. Gewoon doodgaan. Ik vraag me nog steeds af wat ze hiermee gaan doen. Ook een hoop gebeurd. Oh, er loopt iemand. Dat ding ging kapot. Medkit, please. Ben bang dat het geen medkit wordt vandaag. Yes! Oké, heel snel innemen. Maakt niet uit, dan krijgen we nog steeds wel iets damage, maar dat maakt niet uit. Oké, okay, go. Zijn we sneller? Ik ben bang van niet, want we moeten daar ook nog omhoog straks. Of gaat het... Oh, het water gaat de goede kant op. Yes, dan halen we het denk ik nog zonder damage. Als we snel zwemmen tenminste. Kom op, zwem! Zwem alsof er je leven ervan afhangt. Oh, wacht, dat doet het ook. Nee, go, kom op. Ah. Yes. Oké, top. Nou, we krijgen ook nog een XP coin als cadeautje. Hoe mooi is dat? Zit hier boven. Oh, daar. Ik zou zeggen, have fun, weet je? Kijk dat dan. Ze achtervolgen elkaar heel mooi. Serious? You scared? Eerst ga je die fight aan en dan denk je, nou nee, toch niet, doei. Ik denk dat hij zoiets heeft, ik wacht je wel op een cirkel. Kijk, dat bedoel ik. Alleen nog niet in de cirkel. Weet je? Dan maken we gebruik van het feit dat zij ons pusht. Stop! Moet dit nou?
dan? Als je die fight toch zo graag aan wil. Edit dan, edit dan, edit. Fuck! Oh, ik was net te langzaam. Oh, ja. Oh. Hij speelde het gewoon goed uit. Nou, het was nog steeds een goed potje. 3 kills. Het waren niet de moeilijkste kills. Maar dat maakt niet uit. Dat waren kills. En hey, we had fun. Dus op naar het volgende potje. Oké, voor dit potje ga ik lekker naar Dirty. Vorig potje was wel grappig. Ik had het iets, iets intenser gebeeld. En ik had die guy zo graag willen killen. Hij was zo hard aan het pushen. En ja, toen... I let my guard down, zeg maar. Ik was niet goed aan het opletten. En ja, dan gaat het fout. Maar goed, eerst potje. 3 kills. En wat waren we? 8e, 9e. Dus hey, zeker geen slecht potje. Eens even kijken. Zijn er wat mensen? Ja, wel een paar. Niet heel veel, maar... Dat is meestal niet zo als Dirty zo ver van de bus af is. Wow, lag dat aan mij of zag ik daar een glitchy vending machine? Zagen jullie dat ook? Oké, ik zal het in, als ik het niet vergeet, in de edit even benadrukken. Even in slow-mo laten zien waar ik het zag. Maar dat was heel trippy. Vending machines terug in de game? Vraagteken uit op tikken. Oké, echt oprecht, als vending machines terugkomen. Het waren echt een van de waardeloosste items in de game. Ik bedoel, tuurlijk was het wel... Ja, oké, ik vind die... Het werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als upgrade stations, I guess. Want, je... levert materials in voor een wapen. En ze zijn ook een tijdje ook gratis geweest. Dat je één wapen in elke vending machine kan kopen. En dat was dan gratis. Maar iedereen landde op die vending machine staan. Wat op zich logisch is. Want hey, gratis wapen. En vooral als ze goud waren. Want er kon echt hele lekkere wapens in zitten. Dus aan de ene kant zou het wel cool zijn als ze terugkomen. Aan de andere kant heb ik zoiets van... Ze zijn er niet voor niks uitgehaald, weet je wel. Maar ja, mensen die zouden dat ook kunnen zeggen van de pump. En daar ben ik heel blij mee dat ze terug zijn gekomen. Hey, over pumps gesproken. Waar is die guy eigenlijk die ik zag landen? Hey, die zocht ik. Oh, ik hoor iemand bouwen volgens mij. Of ik word gek, of ik hoor iemand bouwen. Ik zie er geen bouw werken, dus misschien word ik toch gek. Ik vraag me ook nog steeds af wat in hemelsnaam deze posters zijn. Zoveel vragen, zo weinig antwoorden. Wat moet ik toch nu doen met mijn leven? Ik zat er even aan te denken om jullie te laten zien hoe sterk pistols kunnen zijn. Maar toen bedacht ik me dat ik nog steeds de challenge heb van SMG kills. Dus laten we dat maar niet doen. En ik ben zo'n persoon die dan even met SMG speelt. En dan vergeet dat hij een pistol in zijn hand heeft. En dan het gebruikt als een SMG. Oftewel gewoon een knopje ingedrukt houden. En met pistols moet je ze snel achter elkaar indrukken, zeg maar. Om te kunnen schieten. Oh, blauwe pump, jongens. Dit is ons lucky day. 2 keer achter elkaar, blauwe pump. Oef.
zou nog mooier zijn als het paars is, maar hey, niks over te klaren. Nee, ik heb geen zin in een burstjar. Dat was vorig potje al. Hoppa, minis. Lekker hoor. Oh. Ik was even scheef met lopen. Nee, gaan we niet doen. Als het er twee hoger was, als ik nog een groene pump had of een grijze, had ik het gedaan. Maar ik, ja, eigenlijk weet iedereen dat al. Ik ben gewoon comfortabeler met de pump. Tenzij er nieuwe mensen zijn. Zo ja, hey, welkom met nieuwe mensen. Kijk, als ik bijvoorbeeld die had gehad, ja, dan had ik het gedaan. All materials, jongens. Daar zitten we wel lekker in. Ik heb echt geen idee waar die guy is. Ik zal toch zweren dat ik een guy heb zien landen. Oké, ik sloeg op iets wat er niet was. Dat was trippy. Maar 27 mensen en ik heb niks uitgesproken of het praten over van alles en nog wat. Nou. En tripped out zijn over weet ik het wat allemaal uit de game. Oh, waarom voelt mijn sensitivity ineens zo raar? Op zich heb ik dat wel vaker dan... Ja, aan het begin van de dag of als ik overswitch van een andere game. Dan is het even wennen, zeg maar. Oh, helikopter. Daarvoor ben ik niet gek, oké? Mag dan wel mensen horen bouwen die er niet zijn, maar ik ben niet gek. Oké, okay, zagen jullie het ook? Het leek nou net alsof het in een blok ijs zat of zo. Door die. Ja. Kan ook mij zijn hoor. Dat ik het er zo uit vind zien. Maar ik vond het er echt heel erg uitzien. Alsof die. Hoe heet dat ding? Weer één! Is dat een teken dat ik die freaking tech moet meenemen? Mijn god. Maar. Ik dacht even dat die. Hoe heet dat ding nou? Elektriciteitsmast. Dank u, eindelijk. Het leek echt alsof die energiecentrale, zeg maar, die erachter zat. Of dat een stuk ijs was waar dat ding in stond. Hey, laat het ook vooral weten als je denkt dat ik gek ben hoor. Daar is niks mis mee. Misschien heb ik gewoon te weinig slaap gehad en begin ik gewoon dingen te zien en te horen, maar hey, wie weet. Oh ja, we hadden vol hout, hè? Ja. Die is ook aardig gebouwd eigenlijk. We moeten echt een aardig eindje voor de cirkel. Waar is iedereen? Ik wil ook weer niet dat ik denk van, oh, ik wil mensen. En dan komt er iemand en die snijpt me of zo. Oh, ik zie daar een proximity mine. Sneaky, sneaky bastard. Je kan er gewoon langs lopen zonder dat je... Ik heb wel het gevoel dat hij ook aan de andere kant zit, maar... Ik hoor wel nog een kistje hieronder, maar... Laten we gewoon naar de cirkel rennen. Ah, ik denk niet dat hij hier zit, want... Er zit hier gewoon nog een kistje. We hebben kogels voor dagen, jongens. Echt niet normaal.
Materials ook prima voor nu. Zo. Meer is altijd beter. Ik heb echt even spraakgebrek vandaag. Niet normaal. Ik hoop wel dat ik nog even wat exciting gameplay kan laten zien, want dat mis ik een beetje. En ik heb helaas ook niet alle tijd van de wereld om vandaag op te nemen. Dus, nou ja, we gaan het zien. Wie weet hebben we echt de meest intense endgame. Worden we eerste, tweede, weet ik het, superveel kills ineens. Nee. Lijkt me sterk, maar hey, je weet het nooit. Zag je daar nou een hoofd? Nee, ik word echt gek. Dit gebeurt er nou als ik te weinig slaap. Nog een tag. Er zijn er veel tags vandaag. Mijn god, blauwe. Twee paarse. Daarentegen heb ik ook twee blauwe pumps gezien natuurlijk. Nog maar 10 en de cirkel is zo groot nog. Mijn god. En vooral ook het feit dat ik zo weinig heb gedaan. Ik hoor twee helikopters, daar één en daarachter één. Voor mijn gevoel in ieder geval. Dat pak. Oh, hij wordt beschoten. Had ik nu maar een sniper. Kon ik achterhalen waar die guy zat die op... de helikopter schiet. Dan had ik die kunnen schrijven. Oh, daar liep iemand. Ja, daar loopt iemand. Die zie ik wel gewoon. En dat is niet een rare imaginary friend, zeg maar. Nou ja, in ieder geval in dit geval imaginary enemy. Kijk hem rennen. Oh, ik wou hier een fort bouwen. Maar dat lijkt me niet zo handig aangezien de cirkel hier niet is. Opletten wat die guy gaan doen. Ik heb zoveel zin om hem echt te laseren. Oké, okay, wauw. Dat was heel slecht. Oh, ik wist het. Nou ja. Nee, ik moet helaas stoppen. Dus ik hoop dat jullie met al mijn geblaat en zo het toch een leuke video was. Het was wat meer casual. Ik hoop dat jullie dat leuk vonden. Laat dan zeker een like achter. Ja. Abonneer op mijn kanaal. Als je meer video's van mij wil zien. Ik ben normaal iets beter. Iets intensiever in potjes. Maar goed, dat kwam er vandaag helaas niet uit. En zoals ik al zei, ik heb niet zoveel tijd, dus helaas. Nogmaals, ik hoop dat je het leuk vond. En ja, ik hoop jullie volgende keer weer te zien bij een nieuwe video.